nemen deze extra video op omdat wij een tweede willen. En wij zijn vanochtend zijn wij naar de gynaecoloog geweest omdat de eerste ging bij mij gewoon weg niet vanzelfsprekend. En daar heb ik spuiten uiteindelijk voor moeten zetten om zwanger te kunnen worden. En toen ben ik uiteindelijk zwanger geworden. En toen is tegen mij gezegd, omdat ik PCOS heb, van je zal eigenlijk vrijwel nooit uit jezelf kinderen kunnen krijgen. Omdat ik best wel een heftige vorm daarvan heb. En dan had ik een afspraak gemaakt. En ik zei gisteravond tegen jou van, hey, ik moet morgenochtend even een test doen. Want dat weet ik nog van de vorige keren. Van dat ik van tevoren even een test moet doen. Zodat ik zeker weet dat als er een traject überhaupt zou beginnen. Dat ik zeker weet dat ik niet zwanger ben of wel zwanger ben. En ik maakte nog een grapje. Dat zou een bak zijn. Ja, dat zou een bak zijn. Dat je uiteindelijk toch zwanger blijkt te zijn. Ja. Dus vanochtend test gedaan. Dus je ziet het duidelijk twee streepjes. Het lijkt dus dat ik zwanger ben. Jordi krijgt er een broertje of zusje bij. We zijn vanochtend bij de gynaecoloog geweest. Ja, ik kon even niet op het woord komen. En we hebben een inwendige echo gehad. Dus dat betekent dat ze, voor de mensen die dat niet weten, dat is zo'n hele lange staaf. Daar doen ze een soort van condoom overheen, glijmiddel erop en zo erbij in. En dan gaan ze kijken. Kun je me aanzetten kijken, dat zag ik wel. En hij zag dat ik ongeveer 5,5 week was. Maar ze hebben nog geen hartje gezien. Maar we hebben wel echo's. Ik weet niet of je ze goed ziet. We hebben wel echo's waar dus iets op te zien is. En ja. Sorry Niels dat ik het voor je neus hield. Maar dat maakt niet uit. Maakt er niet uit, oké. Okay. En 30 juli. Ja, dan gaan we weer terug. Ja, want dan had je ook dan had Niels vakantie. En dan hoefde hij geen vrij te vragen daarvoor. Het kon iets eerder, maar ja, wij dachten doe ik maar later. Dus, dan weten we het zeker. En als het dan niet goed is, dan kunnen we er ook gelijk iets mee doen. En dan, we gaan er vooralsnog vanuit dat het goed is. Maar je weet niet. Je moet altijd van positief uitgaan. Ja, ik heb inmiddels ook al een paar zwangerschapstesten meer gedaan. Nog steeds zwanger. Ik ben nog steeds zwanger. Dus, we gaan het nog even afwachten. Het waren roze streepjes, dus het wordt waarschijnlijk een meisje. Of dat dan niet zo? Ja, als jij dat wil. We weten niet wat het wordt, hè? Dat kan. Het is nu een paar weken geleden dat wij echo hebben gehad met een hartje. De vorige keer dat we een filmpje opnamen, hadden we nog geen hartje gezien. En dan hadden we een hartje gezien. En dat is nu, denk ik, bijna 2 weken terug. Week terug? Anderhalve week geleden. Ja, en morgen hebben we nog een echo. En dan gaan we praten met de verloskundige en met de gynaecoloog. En dan krijgen we nog een echo en kijken. En als het goed is ben ik vandaag 10 weken. Dus we zijn bijna aan de 3 maanden grens. We hebben wel besloten dat we het eerder naar buiten gaan brengen. Omdat Jordi 2 september dan geopereerd wordt en wij het voor die tijd eigenlijk naar buiten gebracht hebben willen. Ja. Dat we het eigenlijk van tevoren naar buiten hebben willen brengen. Omdat wij dan dan hebben we druk met Jordi. Ja, en we willen eigenlijk ook op Jordi focussen. Dus we willen zeg maar We willen de blijheid van de zwangerschap hebben, maar we willen ook alles voor Jordi doen. Dit is de echo. Ja, dit is de echo. Hier zie je dat het hartje opgelicht was. En op deze zie je zeg maar gewoon dat hij er is. Dat het er is, want ja, we weten natuurlijk nog niet wat het wordt. Ja, dan zie je het toch niet zo. Nee. En we hebben een idee bedacht. We willen namelijk morgen, als we echo hebben gehad, krijgen we als het goed is weer een foto mee.
En dan willen we Jordi, want we hebben een shirtje laten maken. Willen we dan dit t-shirt aandoen met, de echo, met een echo vast en een zwangerschapstest. En dan willen we hier een foto van maken en zo willen we het naar buiten brengen. Peetouders vragen. Nou is het niet zo dat Jordi gedoopt is, in ieder geval peetouders. Dit kind gaat ook niet gedoopt worden, krijgt ook peetouders. Waarom willen we peetouders? We willen gewoon dat net wat extra aandacht voor dat kind vanuit bepaalde personen. En ja, dat vinden wij gewoon belangrijk. Wie we peetouders gaan vragen gaan we nog niet zeggen. Dat gaan jullie later in deze video zien. Ja. Want ja, mocht het fout gaan, dan is de verrassing eigenlijk al een beetje voorbij. Dus ik weet niet, ik weet ook niet of we dit erin laten hoor. Maar als peettante, voor de peettante hebben wij een slabbertje met de tekst. Hoe ik zal heten, mag je nog niet weten. Hoe ik zal zijn, is mijn geheim. Toch heb ik een vraag. Wil jij mijn peettante zijn? En die hebben we dan voor de peettante. En hebben we voor de peetoom. Hebben we deze. Hebben we ook een leuke. En daar staat op, I'm moustache you a question, will you be my godfather? En we hebben daar een beetje met een achterliggende gedachte gedaan. En die achterliggende gedachte, dat is gewoon voor ons. Dan gaan we ook verder niet eruit brengen. We hadden voor jouw verjaardag al iets bedacht, maar dat konden we nog niet geven. Dus we gaan dat jou nou geven voor jouw verjaardag nog. Ja, daar is een reden voor. Oh, yeah. Oh, dat is cool. Ja? Ja, tuurlijk. Nou, dat is mooi. En je mag het gewoon op Facebook zetten. Daarom had ik dus die tissues erbij gedaan. Oh, wat leuk. Ja. Ik zie het een manneke. Kijk, je moet niet bij jou even kijken. Je moet niet bij jou even kijken. Nee, nee, ik ook. Sorry, ik ben het gezien. Vorige week hebben we een afspraak gehad bij de gynaecoloog. Toen was ik 37 weken zwanger, vandaag 38 weken. En toen hebben we eigenlijk al een afspraak gemaakt dat we het gingen inleiden. Omdat ik gewoon te veel last kreeg van dingetjes. Nee, je maag.
van mijn maag, van mijn fibromyalgie. Ja, Jordi dat die gewoon zwaarder is. En ik ben gewoon lichamelijk op aan het raken. En het is wel de bedoeling dat het allemaal goed blijft gaan. Dus wij wisten dat we vandaag in principe moesten bellen tussen 5 en 6. En dan... Ja, we hadden om 7:30 een afspraak. Ja. Het blondetje was niet meer nodig. Nee, want ik heb gewoon al 3 centimeter ontsluiting. Iets meer zelfs. Dus... Maar we konden wel thuis afwachten. We moeten nou morgen vroeg weer terugkomen. Ja, we moeten morgenochtend moeten we tussen 6 en 7 of zo bellen. En dan konden we terugkomen. En dan gaan ze mijn vliezen breken. Jordi slaapt nou bij Manuel en Bianca. Ja, en die was aan het spoken. Aan het spoken bij ze. Gewoon in de positieve zin, hè? Ja, hij lag bij hun in bed en gek doen. Nou ligt hij weer lekker in zijn eigen bedje. En, ja. Ja, niet bij ons, maar bij Manuel en Bianca ligt hij gewoon in zijn eigen bedje nou. Dus, en wij gaan nog heel eventjes wat eten. En dan gaan wij ook naar het bedje toe, kijken of we kunnen slapen. Dat is voor mij geen probleem. Nee, voor jou niet, voor mij wel. Want ik heb wel echt last. Ik slaap gewoon al een paar nachten niet zo goed. Dus, ja. Dat dus. Dus in het volgende shot gaan jullie de kleine baby zien. Ja. En dan gaan we ook de naam onthullen. Dit is jouw broertje. Oh. Ja, ik ben mama. Dit is jouw broertje. Ja. Nee. Ja, is je goed? Ik wil helpen. Wat we samen doen met Jordi? Ik kan niet in de kop. Nee. Baby. Wat we samen doen? De handen op de kop. Ja. Zachtjes. Zachtjes. Niet zijn voor je broertje. Zachtjes. Slaan kan nu wel bij zijn zin. Kijk, valt zijn vuist op. Dat is zo lief voor jouw broertje. Ja. Ja, hij lacht wel. Jordi! Wil je dat aan je broertje vertellen? Hij gaat maar niet weg. Ben jij een grote broer? Zie je hem lachen? Zitten ze allebei net te lachen?